Gramang Albert Aboikoni van de Sama Kastam kijkt tevreden terug op de Leo Krutu die van vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari in Asidun Hopo in het boven Suriname gebied is gehouden. Een belangrijk wapenfeit van de jaarlijkse Leo Krutu is dat er een coöperatie is opgericht getiteld Coöperatieve Vereniging Samaka Wosu. Volgens Gramang Aboikoni is er een jaar van voorbereiding hieraan vooraf gegaan. Hierdoor is de Grand Krutu van het vorig jaar afgelast. Het hoofddoel van de coöperatie is dat de gemeenschap op een milieuvriendelijke wijze de ontwikkeling van het gebied ter hand neemt, zegt Aboikoni. Dus wij gaan voor een groene ontwikkeling. Dus alle economische activiteiten wat we gaan implementeren, de puurheid ervan gaat op nummer 1 zijn. We zijn ervan bewust dat elke gemeenschap zelfvoorzienend moet zijn. Daar begint het. Als je zelfvoorzienend bent, dan sta je stevig. En daarna ga je kijken wat je nog kan doen om economisch sterker te worden. Dus voedselzekerheid is nummer 1. Als onze vrouwen gegarandeerd zijn van 1x24 uur voedsel het gehele jaar door, dan kan je een beroep op ze doen om mee te werken aan andere economische activiteiten. Maar anders is al hun inspanning ten behoeve van het schrapen van voedsel. En dan heb je geen tijd om andere dingen te doen. Maar dan ben je ook als gezin fragiel. De Gramang haalt als voorbeeld aan dat bij extreme droogte de gemeenschap afhankelijk zou zijn van het invliegen van voedsel uit Paramaribo. Het is daarom belangrijk dat de binnenlandbewoners hun eigen voedselproductie ter hand nemen, benadrukt het opperhoofd der Saramakaners. Dit zal de verdiencapaciteit van de gemeenschappen vergroten. De Gramang zegt dat om de projecten te financieren er een fonds in het leven is geroepen, getiteld Samaka Wosu. Dus de coöperatie is dus de moederorgaan en Samaka Wosu is dus het onderdeel van de coöperatie dat zich bezig gaat houden met het fondsvorming. En wij gaan zelf daarmee beginnen. We vragen iedereen om ons daarmee te helpen. En met iedereen bedoel ik werkelijk iedereen. Om ons daarbij te helpen. Maar we zijn de eerste die de eerste inleg moeten plegen. Gramang, kapiteins, hoofdkapiteins, Basja, hoofdbasja. Wij zijn de eerste die daarmee moeten beginnen. En als we dat hebben gedaan, dan zijn we gegarandeerd dat elke Saramakaners van deze rivier ook vrijwillig hun bijdrage kan leveren. De Samaka-gemeenschap bestaat uit bijkans 10.000 mensen die allen een bijdrage kunnen leveren aan het fonds. Dit zal niet voldoende zijn, maar het zal een aanzet zijn om te komen tot de economische ontwikkeling van het boven Suriname gebied, benadrukt het opperhoofd der Saramakaners.